Yo, Giant. Ik zeg eerlijk man, na alle battles die je had gedaan, vond ik dit eigenlijk wel een goed moment om te battelen tegen een top tier. Ja. Waarom Shandy? In de eerste instantie werd er gezegd dat je 5 battles moest hebben voor de laatste 16. En ik zat na Cooper op 4, dus ik dacht echt dat ik er 5 nodig had. Maar vervolgens hoorde ik ook van Aiki dat het eigenlijk helemaal niet nodig zou zijn in principe. Want er zouden ook heel veel mensen niet meedoen met de laatste 16, et cetera. Maar de battle stond al, dus ik ga ook niet terugdeinzen daarna. Het was sowieso natuurlijk geen match, dat wist ik van tevoren ook al. Ik heb me ook totaal niet op dezelfde manier voorbereid. Normaal maar, ik een weekje of zo, dit keer was het een dag of zo, je weet toch dus. Je had ook een 2 tegen 2 in je eentje kunnen doen. Een 2 tegen 2 in mijn eentje, dat is zeker mogelijk. Als de gewichtsklasse klopt, dan kan dat ook. Dan kan een 2 tegen 2. Nee, dope. Het is tijd voor het top tier. Zoveel is mogelijk. Duidelijk, Cooper was al een super dope battle. Maar... die toppunt tot nu toe. Maar ik weet ook dat ik in de laatste 16 die betere mensen tegen me ga krijgen. Dus dat heeft ook totaal geen haast om nu al. Weet je, en... ze gaan zien, bro. Ze gaan zien. Ik jaag op die troon, bro. Van die toplijsten, hè? Wie wil jij echt pakken? Goed, er zijn wat mensen met wie ik zou teamen. Dat zou een dope battle zijn als dat doorgaat. Ik kan daar niet eigenlijk wat over zeggen, maar ik kan wel zeggen dat het een toptier is. En, daar komen we nog wel achter. Ik kom nog wel achter, man. En ik doe sowieso mijn best. Dit was niet natuurlijk mijn beste performance, maar dat is ook totaal niet nodig. No offense, maar ja, dat is wat het is, je weet toch? Ik heb gewoon mijn ding gedaan vandaag. Zelfs op halve kracht was je super dope. Wij zijn klaar voor je volgende battle, man. Ja, man. Giant.